65% van de toeristen die Suriname aandoen, komt uit Europa. Dit zegt Sherida Mormon, directeur van METS. Deze groep van toeristen bestaat volgens haar voor een groot deel uit friends and family visitors. Mormon haalde dit gisteravond aan tijdens een lezing De Impact van Toerisme in Suriname, welke is georganiseerd door het Kennisinstituut van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging HVB. De lezing vond plaats in het HVB-centrum Paramaribo aan de HD Benjaminstraat. Mormon haalde aan dat 86% van alle toeristen die naar Suriname komt op bezoek gaat bij familie of vrienden. Dit is een van de redenen waarom er vanuit wordt gegaan dat deze groep bezoekers niet bijdraagt aan de toerismesector van ons land. Dat zegt de METS-directeur. Het is niet omdat het Surinamers zijn, onze eigen broers en zusters die hier komen en die getrouwd zijn met anderen en die komen naar hier, zeggen we dat hij niets betekent. Hij betekent wel voor die sector. Alleen vaak zien we het niet. Wij tellen het niet mee. Als we kijken naar die cijfers, onze laatste onderzoek, een gedegen onderzoek, is geweest in 2016. Voor één periode. Nu wordt er niets onderzocht, we houden nog niet onvoldoende bij. Waardoor wij nu ook niet in die wereldrapporten staan, omdat wij eigenlijk nu nog verstek laten als het gaat om statistieken bijhouden. Verder zegt Mormon dat Suriname in vergelijking met het Caribisch gebied sneller groeit op het gebied van toerisme. Suriname kent een gemiddelde groei van 6% per jaar, terwijl dat in het Caribisch gebied 4% is. Dus er is vergeleken met het Caribisch gebied is er wel een behoorlijke groei. Dus bedenk dat als wij niets zouden doen, zou dat betekenen dat wij in 2030 dat we zo'n 300 miljoen zouden verdienen met die gemiddelde groei. Want dit is al deze balken hier hebben een andere kleur. Ik heb gewoon een beetje statistische dingen gedaan en ik heb dat ding doorgetrokken van what if. Omdat wij tot hier cijfers hebben. He, dus die cijfers die ze nog heeft gezien van hoeveel miljoen het land zou hebben verdiend van 2016, dat is gewoon op basis van deze cijfers hier. En nu heb ik hem gewoon doorgetrokken, Excel-statistiek, weet je. Je trekt hem door en je extrapoleert het en dat betekent het dat je deze groei hebt. Als gewoon deze trend zich voortzet, er gebeurt niks in de wereld, er gebeurt niks in Suriname, gewoon normaal, alles gaat gewoon gestadig door en dan houden we die 6% aan. Door niets te doen, kan dat al gewoon groeien. Imagine als wij er wat aan doen. Imagine als wij ons veel meer gaan positioneren om meer te kunnen verdienen. Sherida Mormon, directeur van de METS. Ze sprak gisteravond tijdens een lezing welke georganiseerd is door HVB. De lezing is gehouden in het HVB-centrum Paramaribo aan de HD Benjaminstraat.